welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de première van seizoen 2 van Invincible, A Lesson for Your Next Life. Het is dus al 2,5 jaar geleden sinds we voor het laatst Invincible gehad hebben. Ook al hadden we nog wel die Adam Eve special enkele maanden geleden. Maar ik heb nadat ik dus het eerste seizoen van Invincible had gekeken, weer alle stripboeken gelezen. Dus het verhaal zit nog redelijk vers in mijn geheugen. En ik moet dus ook een beetje oppassen dat ik geen spoilers weggeef. Want je ziet het ook in deze eerste aflevering dat het echt 100% trouw is aan de stripboeken. In het eerste seizoen hadden ze nog wel wat dingen heen en weer gewisseld en zo, maar dit voelde volgens mij echt direct uit de boeken getrokken. En ik zag dus al aardig wat hype voorbij komen over de eerste 5 minuten van deze aflevering. Alleen ik wist natuurlijk gelijk al dat we het hier hadden over een multiverse situatie. Maar alsnog was het dus wel heel tof om Omni-Man samen te zien werken met een evil Invincible, die dus met z'n tweeën de aarde van Universe 646 hebben overgenomen. In dat universe leren we dus ook Angstrom Levi kennen. En ik weet nou niet zeker of dat dus ook de Prime versie is of gewoon een van zijn duizenden multiverse variants. Maar hij was daar dus deel van het verzet samen met Robot en dus ook een versie van Adam Eve. En het was dus ook wel heel verknipt dat Invincible haar nek brak, zodat ze gewoon nog verlamd kan door blijven leven. En daarmee zien we dus dat in dat universe Mark en Eve ook gewoon nog steeds een speciale band hebben, ondanks dat Mark daar dus het verkeerde pad is opgegaan. Maar ja, terug in de canon universe zien we dus Mark bezig zijn met een beetje de fallout opruimen van zijn battle met Omni-Man in seizoen 1. Hij heeft dan dus ook een gesprek met Cecil dat hij weer in actie wil komen. Cecil was ook gewoon weer echt een geweldig personage in deze episode, maar die raadt hem dus af om nog gewoon eventjes te wachten. En in de tussentijd maakt hij dus gebruik van de Guardians of the Globe, maar die zijn een beetje aan het struggelen, want Robot komt nu dus zelf in actie in zijn lichamelijke vorm als Rudy. En daardoor is hij blijkbaar niet zo scherp in de leiderschapsrol als dat hij normaal gesproken was. En dat leidt er dus toe dat Cecil nu de Immortal aanstelt als de nieuwe leider. En zoals aan het einde van de episode dus ook al geteased werd, hebben Immortal en Mark waarschijnlijk ook nog wel wat business om af te handelen. En dat werd dus ook een beetje geforeshadowed in die battle tussen hun twee in de andere universe. Maar waar ze tegen opnamen met de Guardians was dus de Giant. En volgens mij hebben ze in deze episode nog niet onthuld wie of wat de Giant precies is. Maar ik denk als je goed oplet, dan kan je het misschien al gewoon ontrafelen. Dus laat me voor nu jullie Giant theorieën horen. En ik ben heel benieuwd of een van jullie misschien al weet wat er dus precies aan de hand is met deze Giant. Maar misschien wel het meest opvallende van deze episode voor mij was de scène met Amber. Want Amber is wel een personage waar gewoon heel veel kritiek op geleverd werd. En grotendeels ook wel terecht. Het dieptepunt was dus het vorige seizoen toen ze het helemaal over zichzelf maakte, toen ze dus erachter kwam dat Mark stiekem Invincible was. Maar in deze scène geeft ze gewoon oprecht goed advies en gedraagt ze zich ook nog eens als een goede vriendin. Dus dit is wel grote progressie voor het Amber personage. Want we zagen ook al in de trailer dat Mark tegen haar zei dat ze te goed voor hem was. En eerst dacht ik nog van ja, waar baseer je dat dan op? Maar nu krijgen we dat dus wel een beetje te zien. En ze gaan dus zoals het er nu voor staat wel gewoon met z'n tweeën naar de universiteit toe. En dat dus wel een beetje een afwijking van de stripboeken, want volgens mij was de Amber uit de stripboeken op dit punt in het verhaal al een klein beetje uit het verhaal gezet. Want er waren wel redelijk wat issues met de manier waarop Amber geschreven werd in de stripboeken en daardoor was het uiteindelijk een heel erg onbelangrijk personage en ik heb het gevoel dat ze dat dus voor de animatieserie wel willen veranderen, dat haar rol wel wat meer relevant en belangrijk blijft. Ik kon de scènes tussen Mark en Eve en Mark en Debbie in deze episode ook zeker wel waarderen, want Mark en Eve hadden het er dus over wat er gebeurd is met Omni-Man. Zij is eigenlijk een beetje de enige persoon waar die het zo diep erover kan hebben. Want ik denk omdat zij zelf ook superkrachten heeft, dat zij het altijd net iets beter kan begrijpen dan wat Amber doet bijvoorbeeld. En dat zien we dus ook terug in de situatie met Debbie, die nu dus gaat chillen met Olga, omdat Olga dus eigenlijk ook de enige persoon is waarmee ze het erover kan hebben. En we zien dus wel dat Debbie een beetje depressief is in deze episode, dat ze veel aan het drinken is en zo, en dat ze niet aan het eten was. Dus hopelijk komt ze daar wel weer snel overheen. En het is wel tof dat Mark zich gewoon een beetje inzet om haar te helpen ook. Maar ja, aan het einde van de episode moet hij dus in actie komen, want terwijl we al die dingen zagen van onze main characters, was Angstrom Levi dus een plan aan het voorbereiden met de Mahler Twins. Hij had dus het wetenschappelijk inzicht van de Mahler Twins nodig en het was dus wel heel tof om een beetje inzicht te krijgen in de motivatie van Angstrom. Want Angstrom Prime, zoals hij hier begint, is hij eigenlijk wel gewoon een goede guy. Hij heeft hier gewoon nog nobele intenties en zo en hij wil dus
dus de multiverse gebruiken om eigenlijk alle problemen in de wereld op te lossen. Dan heeft hij het over nieuwe filosofieën van vrede en zo, maar dus ook art pieces van William Shakespeare bijvoorbeeld, die we in deze universe dan niet hebben. En dat is dus gelijk al een manier waarop de multiverse ingezet wordt, die we normaal gesproken niet zo snel zien in dit soort stripboekverhalen. Dus ze weten zichzelf wel gelijk al te onderscheiden. Maar iets wat wat meer cliché is voor dit soort multiverse verhalen is dan de Mahler variants bijvoorbeeld. Ook al was het wel tof om die ook te zien. En ze wisten dus ook wel Invincible best wel makkelijk in te maken. Dat is dus ook wel een beetje een meme geworden ondertussen dat Mark bijna al zijn gevechten verliest. Maar als het goed is gaat hij er dus in dit seizoen wel een aantal winnen. Maar hier werd hij dus zo erg ingemaakt dat Engstrom zelf in actie moest komen om de Mahler Twins tegen te houden. En dat leidt dus tot een gigantische explosie. En daarmee zijn alle variants van Engstrom dood en is er nu dus nog alleen Engstrom Prime over. Maar die heeft dus wel alle geheugens, alle informatie van al die verschillende variants in zich. En de gevolgen daarvan zijn wel dat hij er dus echt monsterlijk uitziet en dat hij ook gelijk woedend begint te worden. Dat zijn mening over Invincible al gelijk begint te veranderen. Dus dit was wel een toffe manier om de slechterik van dit seizoen op te zetten in de eerste episode. Maar ik heb het gevoel dat er ook nog wel wat meer backstory aan vast zat wat we hier nog niet gezien hebben. En ja, Sterling K. Brown die hem inspreekt is ook wel weer een hele toffe toevoeging aan deze cast. En dat is dus ook wel een van de tofste dingen aan de Invincible serie. Gewoon hoeveel grote namen in de acteerwereld al die mensen inspreken. En de muziekkeuzes in deze episode voelden wel gewoon weer vertrouwd aan. Het houdt een beetje dezelfde stijl aan als in het eerste seizoen en dat werkt heel goed. En voor mijn gevoel heeft de animatie ook wel een upgrade gekregen. En ook de karaktermodellen zien er allemaal gewoon net iets volwassener uit. Dus ja, ik ben super blij dat Invincible terug is. En het is alleen een beetje jammer dat we nu maar 4 episodes krijgen en dat we dan weer moeten wachten. Maar we gaan gewoon deze 4 weken wel echt genieten. En ik weet vrij zeker dat dit dus weer een gestoord seizoen gaat worden. Dus ik hoop jullie hier gewoon weer elke week terug te zien. Maar laat me voor nu weten wat jij van deze eerste episode van het tweede seizoen vond. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.